iemand klikken en dan kun je hem inkopen. Ik geef het woord zo meteen aan een van de juryleden. Zij zal de winnaar bekendmaken. Zij zal daarbij ook iets vertellen over waarom ze tot dit besluit zijn gekomen. Een applaus nogmaals voor de jury. Nou, dan beginnen we bij de categorie comedy drama. Het is altijd voor een jury natuurlijk heel moeilijk om één filmpje uit te kiezen. Want er is altijd over alle filmpjes natuurlijk wel iets te zeggen. Hè, van of we missen geluid, of we missen de verhaallijn. Of we missen, wat heb je nog meer dingen die je kan missen. Het beeld is niet scherp, het geluid is slecht. Er zijn altijd wel dingen dat je denkt van, dat is bij die weer minder. Maar het andere is toch eigenlijk wel weer leuk. Dus het is altijd heel moeilijk om daar een keuze in te maken. Maar uiteindelijk zijn we er toch met z'n vieren wel uitgekomen. En dan komen we bij de categorie comedy drama. De eerste plaats is voor groep 1, Nicole, Eva en Sam. Ik zou zeggen, kom maar naar voren als jullie er zijn. Bij de bioscoop zou ik zeggen. Nog een bedankje. Ja, bedankt voor het winnen. Gefeliciteerd, dames.
Nou, bij de volgende categorie horror fantasy waren we eigenlijk heel snel uit met z'n allen. Het enige wat we een beetje misten was het horror gedeelte, maar ik zie nu ook dat het horror fantasy is. Dus hè, wat dat betreft past het dan wel. Wat wij heel goed vonden van de winnaar is het gebruik van de special effects. Want we weten gewoon hoe moeilijk dat is. Dus ja, jullie kunnen het misschien al wel raden. Dat gaat ook naar groep 1 en dat is Danny, Inge en Anouk. Dat is de categorie actie. Ook daar zaten we toch wel mooie filmpjes bij. Maar er was er toch wel één van ons die echt wel er bovenuit stak. Ook vanwege de montage, heel knap in elkaar gezet. En dat is het filmpje van Willem-Jan, Giovanni, Jurre, Carlijn en Menno. Zijn die er wel? Of zijn die er ook niet? Ja, daar is er één. Nou, mag je helemaal in je eentje de prijs van de poster.
what the fuck? Oh, is dit 3? Ja. Mevrouw, ik ben klaar. Slip. Oh. Ga maar naar huis. Yo, houd die. Skip. Run. My friend, you can be part of our team. Nee, nooit. Then we have to kill you. Je doet het best, mag. Bring him to the chamber. Dames en heren, dat waren de drie winnaars van de tweede editie van het Elde Filmgala. Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken. Zeker de vakjury. Ik wil graag nogmaals een applaus voor de vakjury. Daarnaast de mensen van het licht en het geluid die het toch maar mooi hebben opgelost. En daarnaast ook een groot applaus voor jullie zelf. Jullie hebben het super gedaan.